En welkom bij deze nieuwe video. Vandaag weer een leuke unboxing. Even snel iets over mijn make-up. Als je deze make-up tutorial wilt zien, die staat op mijn Instagram. Dus daar kun je zien hoe ik deze look heb gecreëerd. Op mijn lippen heb ik de Maybelline Vivid Matte Liquid in de kleur Neutral op. Nou, dit is niet zomaar een unboxing, dit is een PR unboxing. Dus ik unbox vandaag alles wat ik binnen heb gehad, waar ik niet voor heb betaald. Ik heb dus alles gratis gehad. Sommige merken heb ik samenwerkingen mee, sommige zijn gewoon random merken of bedrijven die mij gewoon iets hebben gestuurd om te kijken wat ik ervan vind. Een hele grote disclaimer. Als ik iets gratis krijg opgestuurd, betekent niet dat ik er een video over moet maken. Niks moet. Alles mag, niks moet. Met sommigen heb ik samenwerkingen. Daar doe ik wel bepaalde dingen voor. Dat vertel ik straks ook. Nou, maar het meeste krijg ik gewoon binnen. Vind ik het leuk? Vind ik het goed? Dan gebruik ik het in mijn video's. Vind ik het helemaal niks? Dan zien jullie het ook niet. Ik heb zo vaak dingen gehad die ik gewoon niet niks vind. Dus ik heb ze ook niet in mijn video gebracht. Maar ik zeg ook altijd van tevoren tegen mensen. Je mag me altijd iets sturen. Maar het is niet zeker dat ik er een video over maak of überhaupt in mijn video's gebruik. Want vind ik het niks, ja, dan ga ik het ook gewoon niet laten zien. Ik krijg deze dingen dus gewoon omdat ik video's maak en ik er hard voor werk. Dus het is niet dat ik het zomaar gewoon krijg out of the blue. Want dan denken ook vaak mensen, oh, je maakt een beetje make-up video's en je krijgt allemaal gratis dingen. Nee, het valt echt mee. Ik kreeg deze week best wel veel binnen van PR. Meestal krijg ik niet zoveel binnen in een week. Meestal is het echt meer verspreid. Dus ik dacht, ik maak een leuke video ervan. Want ik vind het heel leuk om naar unboxing video's te kijken van andere YouTubers. Ook PR unboxingen. Dus ja, het leek me leuk om zo'n video te maken voor jullie. Dus blijf gewoon vooral even kijken als je dit leuk vindt. En vergeet niet te liken en te abonneren. Je mag ook disliken. Als je per se wilt disliken. Als jij zo'n persoon bent die echt disliked, doe maar. Ik verdien toch mijn geld ermee. Ook dislikes hebben gewoon nut, want dan kom ik ook gewoon hoger in de lijst. Dus doe maar vooral je dislike. Doe maar vooral dit eigenlijk. Nou, het eerste waar ik het over ga hebben. Ik heb het al uitgepakt. Dit is zo slecht. Maar dat zijn deze wimpers. Dit zijn de Elisa wimpers. En deze heb ik gehad van Estra. Ze is net haar wimperlijn begonnen. Ik vind ze echt heel mooi. Ze vroeg mij welke ik wou en ik wilde gewoon de langste. Dus ze heeft mij gewoon de langste opgestuurd. Dit merk heet eigenlijk Estra en dan haar achternaam. Maar mensen, ik weet niet hoe ik haar achternaam uitspreek. Serieus. Ik heb haar nog gedm'd van kun je mij vertellen hoe je je achternaam uitspreekt. Toen heeft ze ook een voice memo gestuurd. Maar ik ben het gewoon vergeten. En ik kan het niet meer terugluisteren. Dus sorry, ik weet echt niet hoe ik jouw achternaam uitspreek. Ik zal het wel even laten zien. Nou, haar naam staat hier heel klein op. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar ik hoop het wel. Dit zijn minklashes die je ruim 30 keer kunt gebruiken. Dus het is echt van goede kwaliteit. En het is cruelty free. Alles staat hier achterop. En ik vind het echt heel leuk. Dus bedankt hiervoor. Ik zet trouwens alles in de beschrijving. Dus als je vandaag iets ziet waarvan je denkt, hé, dit wil ik ook. Alles staat gewoon hier beneden in de beschrijving. Ik heb hier nog een klein pakketje. Dit zijn lenzen van Clear Contacts. Je kunt ze vinden op Facebook, Instagram, een beetje overal eigenlijk. En zo ziet het doosje eruit. Je staat gewoon op Clear Contacts. En dan hierachter staat hun Instagram en Facebook. Is gewoon allebei Clear Contacts. En ik heb de kleur Clear Green. Dat is dus een groene kleur. Ik was al een tijdje aan het nadenken om ook wat kleurlenzen aan te schaffen. Want dat is leuk met bepaalde looks. Dus het is toch leuk als je een andere oogkleur hebt. Zoals bijvoorbeeld de look van nou was het mooi geweest als ik wat lichtere kleur ogen had. Bijvoorbeeld heel lichtbruin. Dat staat heel mooi met zo'n groene kleur. Dus nou heb ik groene kleurlenzen. Dus daar ga ik ook zeker een look mee maken. Bij groene ogen staat bruin heel mooi. Dus als je gaat voor een mooie bruine glowy brown make-up look. Is het heel mooi als je groene kleur ogen hebt. Nou dit zijn ze dus. Het is gewoon een paar lenzen. Ik heb vroeger lenzen gehad, geen kleurlenzen, gewoon echt om beter te zien. Maar ik heb mijn ogen laten laseren, echt jaren terug. Dus ik ben het wel gewend om lenzen in te doen, maar het is echt jaren geleden. Dus ik moest een beetje inkomen weer. Hierachter op het kaartje staat wat informatie. Hergebruik nooit uw lenzenvloeistof. U dient zachte lenzenvloeistof te gebruiken voor de kleurlenzen. Nou, ik heb geen lenzenvloeistof, maar ik ga zo meteen naar de stad, dus dan kan ik die meteen gaan kopen. Deel uw kleurlenzen nooit met anderen. Nee, dat snap ik. Reinig uw kleurlenzen altijd als je ze langer dan 24 uur in uw lenzenhouder heeft gezeten. Was uw handen voordat u in contact komt. Nou, een beetje de basic dingen. Met kleurlenzen ben ik wel altijd bang dat het te nep overkomt. Dat het niet natuurlijk lijkt. En dit zijn vrij lichte kleuren. Maar ja, ik hoop gewoon dat het mooi wordt. Ik had op een Instagram gekeken en ik vond het best wel mooi. Dus ja, mocht je interesse hebben in kleurlenzen, bekijk even hun Instagram. Ik heb hier een pakketje van Make-up Actie. Met hun heb ik wel een samenwerking. Ik maak video's voor hun. Dus vandaar dat je nooit iets ziet van dit op mijn kanaal. Af en toe vind ik de producten die ik van hun krijg wel gewoon leuk en dan gebruik ik ze gewoon in video's. Maar in principe hoeft dat niet. Ik hoef alleen maar 1 minuut video's te maken voor hun kanaal. Make-up Actie is een abonnement. Die kost volgens mij €6,95 of €5,95 per maand. En dan krijg je elke maand 1 make-up artikel van BB Cosmetics binnen. Ter waarde van rond de €20. Dus ik ben benieuwd wat ze mij nou weer hebben gestuurd. Oh leuk, ik heb deze maand een blush gehad. De kleur lijkt best wel mooi, kleur rose.
Je kunt het nou van iets dichterbij zien. Het is een beetje roze met wat nude erheen. Een beetje twee kleuren door elkaar gemixt. Maar ik denk dat dit gewoon vooral roze uitvalt. En dan krijg ik er ook altijd een kaartje bij. Deze blush is €22,95. Oh, ik heb ook een kortingscode, een 30% kortingscode. Mocht je deze blush nou ook willen of iets anders van hun, kun je naar bbcosmetics.com gaan en de kortingscode BL0404 gebruiken. En dan heb je 30% korting. Nou, ik heb hier een grote tas van W7. Wie mijn afgelopen vlog heeft gezien, weet dat ik naar de beautybus was gegaan naar W7 en ik deze make-up gratis van hun heb gehad. Ik heb deze make-up gehad zodat ik video's kan maken voor hun YouTube kanaal en voor hun Instagram. Ik ben niet verplicht om video's te maken voor mijn eigen kanaal. Het is allemaal puur alleen voor hun. Maar ik ga natuurlijk de producten ook wel gebruiken in mijn video's. En ik ben van plan om een full face W7 make-up te gaan maken voor op mijn kanaal gewoon. Dus abonneer vooral als je die video ook nog wilt zien. Nou, het is best wel veel, dus ik ga er even een beetje snel doorheen. Ik heb dit make-up tasje gehad. Ik heb deze make-up kwastjes van hen gehad. Ik heb dit oogschaduwpaletje gehad. Dit zijn een beetje nude kleuren. Een beetje smoky bruinachtige kleurtjes. Ik heb hier 3 glitter eyeliners. Ik hou van glitter eyeliners. Vooral met een cut crease is dat super mooi. Ik heb een foundation. Ik heb een highlighter. Ik heb banana poeder. Ik heb een liquid highlighter en een bronzer. Ik heb hier een concealer. Ik heb hier een lipgloss die zogenaamd je lippen wat dikker maakt. Ik heb hier een zwart oogpotlood. Ik heb een oogschaduwprimer. Ik heb een fixing spray of setting spray. Ik heb een mascara. Deze lijkt heel veel op de Benefit mascara. Zelfs gewoon echt de verpakking. Ik heb een lipscrub. Deze lipscrub had ik al. Dus deze gaat in een giveaway voor jullie. Ik heb hier een matte blush van hun. Ik heb een matte liquid lipstick van hun. Een beetje nude kleurtje. Ik heb nog een nude matte lipstick van hun. Deze lijkt op de Kylie Jenner lipsticks. Ik heb hier een liquid eyeliner en ik heb een primer. Ik ben vooral benieuwd naar de glitter eyeliners en dit paletje van hun. Ik heb meerdere paletjes van hun. De meeste vind ik goed. 1 paletje vond ik iets minder. Maar ik hoop gewoon, dit is ook van hun nieuwe collectie, de vegan collectie. Dus ja, het zijn gewoon een beetje naturel kleuren, niks speciaals. Dus ik ga hier gewoon een leuk lookje mee maken. Dit is trouwens een zilverkleur, gouden kleur en een beetje zo'n groene-achtige kleur. Dat was dan wat ik van W7 heb gehad. Neem ook eens een kijkje op de w7cosmetica.nl website, want dan zie je mijn gezicht op de banner. Want ik ben het gezicht van W7 en ik ben daar echt blij mee. Superleuk. Ik heb hier nog een hele grote doos. Dit is wat anders dan make-up. Dit is geen make-up, maar ik denk dat jullie hier ook wel geïnteresseerd in gaan zijn. Ik maak letterlijk de doos open met de pincet, want één, nobody got energie om naar beneden te gaan en de mes te halen. Ik heb een 3 maanden voorraad gehad van Yummy Gums. Dit zijn snoepjes die goed zijn voor je haar, je nagels en je huid. Nou, aan mijn nagels ga ik het niet kunnen zien, want ik heb altijd acryl. Maar ik ga het wel goed kunnen zien aan mijn huid en vooral aan mijn haar. Because mijn haar is dood. Dood AF. Dus ik hoop dat deze nut hebben. Dit lijkt een beetje op die ene blauwe snoepjes uit Amerika. Die ook zorgen voor je huid, haar en nagels. Het is een mix van biotine, zink, pantoteenzuur, selenium, bamboe extract en meer vitamines. En het zijn van die snoepjes in frambozen smaak. En je kunt 1 maand doen met 1 zo'n potje of zo. Ik ga hem even openmaken. En het is vegan. Als je echt alle informatie wilt, ga dan gewoon even naar hun website. Ik zet die ook hier in de beschrijving. Want ik weet ook alles niet zo uit mijn hoofd. Dit is dan het potje en je moet er 2 per dag innemen. Dit zit er ook bij in het potje. Oh, er staat ook echt schoonheid start van binnenuit. Nou, als het goed is, gaan deze snoepjes ervoor zorgen dat je nagels, huid en haren gevoed worden en gezonder worden. Dus ja, ik ben er heel benieuwd naar. Als het goed is, moet ik al binnen 1 maand resultaat zien bij mijn huid en je nagels. Maar bij mij dus geen nagels. En bij haar zie je na 3 maanden verschil, staat op de website. Nou, ik heb een 3 maanden voorraad, dus ik hou jullie zeker op de hoogte. De 3 hoofdvitamines zijn biotine. Biotine is sowieso al bekend bij heel veel mensen. Heel veel mensen slikken ook gewoon biotine alleen, want het is heel goed voor je haar. Een ander hoofdingrediënt is selenium en bamboe extract. Bamboe extract, de rijkste natuurlijke bron van silicium, dat helpt bij het herstellen van de gezondheid, glans en zachtheid van droog, zwak en beschadigd haar. Nou, ik heb droog, zwak en beschadigd haar, dus ik hoop dat het nut heeft. En selenium, dit mineraal zorgt voor behoud van sterk haar. Zij ondersteunt het lichaam bij het verwerken van proteïne, het hoofdbestanddeel van haar. Nou, ik ben hier echt heel benieuwd naar. Ik hou jullie zeker op de hoogte. Pas na 1 maand kan ik jullie echt op de hoogte stellen, want ik ben nog niet begonnen. Ik ga er nou alvast gewoon eentje innemen, want je moet er 2 per dag innemen. En ik ben benieuwd hoe het smaakt, of het ook echt lekker is. Dit soort snoepvitamintjes zijn echt al heel bekend in Amerika, zoals die blauwe snoepjes en zo. En nou hebben ze ze ook naar Europa gebracht, dus ja, ik ben heel benieuwd. Nou, zo ziet een snoepje eruit. Hij ruikt wel lekker. Oh mijn god, dat is echt lekker.
Het is echt lekker. Het is al op. Het is echt lekker. Het is echt net een snoepje. Ik wil ze gewoon allemaal opeten. Oh my god. Ik ga me echt moeten inhouden hoor. Ik zweer het. Frambozensmaak. Ja, het heeft ook echt frambozensmaak. Oh my god, dat is echt lekker. Maar je mag er maar 2 per dag. Je moet er niet meer innemen. Dus ik moet me echt inhouden. Nou, ik ben hier heel benieuwd naar. Dus ik ga dit proberen. Mocht je iets hebben van ik wil nu al graag gewoon naar hun site. Je kunt 1 losse pot kopen om het eerste uit te testen. Of je pakt gewoon gelijk een abonnement. En dan wordt het gewoon elke maand naar je toegestuurd. Nou, de laatste doos is van beauty88.nl. Hier weer hetzelfde verhaal. Ik hoef geen video's te maken voor hun. Hun sturen mij gewoon make-up op. En ik test het gewoon in mijn video's zoals ik gewoon normaal doe. Alsof ik gewoon ook make-up koop in de test. Vind ik het leuk, ja, dan zie je dat in mijn video. Vind ik het product helemaal niks, dan zie je het niet. Of je hoort het in de video dat ik het niks vind. Het voordeel aan een webshop die je make-up stuurt in plaats van een make-up merk, is dat een make-up merk echt niet wil dat je slecht praat over het make-up merk. Dus, want het is echt hun make-up. Dus hun zijn echt heel upset als je iets slechts zegt, want hun hebben het echt gemaakt. Terwijl een make-up webshop verkoopt gewoon allemaal verschillende soorten make-up. En als ik dan 1 make-upje niks vind, ja, they could care less. Natuurlijk willen hun ook dat ik gewoon alles goed vind, want dan wordt er veel bij hen gekocht. Maar het is geen big deal als ik het niet goed vind. Want ja, het is niet dat hun echt dat make-up hebben gemaakt of zo. Ze verkopen het alleen. Nou, ik ben heel benieuwd, want ik heb geen idee wat ze mij hebben gestuurd. Ze hebben ook iets opgeschreven voor mij. Hoi Sarah, we hebben wat leuke spullen bij elkaar gezocht voor je. Veel plezier ervan en we kijken uit naar de video's. Kus kus, Lia, Beauty88. Oh, zo lief. En dit zit er ook bij. Dit zit er altijd bij als je gewoon iets bestelt bij hun. Nou, hier zit alles in. En ik heb 2 maskertjes, denk ik. Deze maskertjes zien er echt super cute uit. Dit is een panda. Als je hem echt op je gezicht doet, is het ook echt een panda vorm. Dit is een sheet mask. En een bubble mask. Ik heb al een keer zoveel masker geprobeerd. En dan komen er allemaal van die bubbels op je gezicht. Dit is wel leuk. Deze ga ik zeker voor gebruiken. Nou, ik zie hier al 2 dingen die ik echt ook al wilde hebben. Ik wil die graag gebruiken. De bij Kesha olie. Dit is zo'n olie die je vaak in Instagram tutorials ziet. Dat ze zo die olie zo helemaal zo mooi en knap zo op hun gezicht doen. Wat in het dagelijks leven niet gebeurt. Want dan wordt het echt een puinhoop. Dat kan alleen op Instagram op een of andere manier. Dit is het 24K Gold Facial Elixir. Deze kun je dus op verschillende manieren gebruiken. Zo ziet het potje er dus uit. Heel erg mooi. Ik ben hier echt heel benieuwd naar. Want heel veel mensen zijn hier heel blij over. Zie ik op Instagram. Dus ik ga dit ook proberen. Ik denk ook in een Instagram video. Want om hier een hele YouTube video over te maken is ook een beetje much. Dus ja, ik ben hier heel benieuwd naar. Ik heb hier de Embryolyse crème. Nou, ik heb deze zo vaak gezien bij Vadim. Wie kent Vadim? Zij is een visagist en zij vlogt ook. Zij gebruikt deze echt altijd. Dus ik ben hier ook echt heel benieuwd naar. Deze kun je gebruiken als primer. Voor al skin types. En deze hydrateert heel mooi. Dus deze ga ik ook zeker proberen. Ik heb hier de Squeezy Blender. Ik denk dat dit een soort van beauty blender is. Maar dan van siliconen. Ik heb hier geen goede ervaring mee, mensen. Ik heb al een keer zo'n siliconen spons geprobeerd. En ik vond echt helemaal niks. But we will see. Ik heb hier de San Filippo Winged Stamp Eyeliners. Dit zijn dus de eyeliner waarbij je gewoon zo een stempel kunt zetten in een driehoekje. En dat de wing al gewoon voor jou is gezet. Ik heb hier de Tick Stamp en de Tin Stamp. Ik heb hier al een video over gemaakt. Dus mocht je die video willen zien, klik even hierboven. En dan zie je wat ik hiervan vond. Ik had de Tin Stamp geprobeerd. Ik heb hier nog een maskertje. Ik heb hier de Revue, of hoe je het ook uitspreekt, Gold Mask. Anti-aging face mask. Lifting effect. Je moet die 20 minuten opdoen. Dit is dus een goud masker of zo. Lifting effect, anti-aging. Dus als het goed is, gaat dit je huid mooi liften. En anti-aging is altijd goed, want wie wil er nou ouder worden? We willen er allemaal jong uit blijven zien, toch? Ik hou echt van maskertjes, echt. Ik heb een beauty blender gehad. Dit is in de kleur Swirl. Dus zo wit met van die roze swirl-achtige streepjes doorheen. Iedereen weet dat ik van beauty blenders hou. Let niet op hoe vies die is, want ik heb hem net opgemaakt. Dus nu heb ik nog een beauty blender erbij. Beauty blenders zijn echt live. I love beauty blenders. Ik gebruik ze in bijna elke video. Dus mocht je ook een beauty blender willen, je kunt hem gewoon bestellen ook gewoon bij hun. Ik heb hier de Makeup Revolution Retro Luxe Matte Lip Kit. Lip Contour Kit. Dit is dus met een lippotlood en een lip liner. Ik had al ooit van dit soort gekocht van Makeup Revolution. Hier zaten ook lippotloodjes bij. Ik had er 3, maar ik ben er 1 kwijt. En ik vind deze echt heel fijn. Dus ik denk dat ik deze ook fijn ga vinden. Beetje een roze nude kleur. En daar hou ik van. Ik hou van nude. Ik heb nu ook weer nude op. Altijd nude op. Nou, dit is dan de kleur. Ik denk dat het lippotloodje iets te licht gaat zijn voor mij. Maar dat weet ik niet zeker. Want ik moet hem eerst proberen. Ik vind de lipstickkleur wel echt heel mooi. Mooi roze. Nou, aangezien ik al weet dat ik deze fijn vind, ben ik hier heel blij mee. Nou, ik heb hier nog een aantal dingen gekregen. Ik heb de Nabla Love Kit gekregen. Dit is een liquid lipstick set. Oh leuk, je kunt ze eruit schuiven. Hele mooie kleuren. Het zijn een beetje Valentijn-achtige kleuren. Het heet ook de Love Kit.
Dus vandaar dat het een beetje nude roze gekleurtjes zijn. Ik vind deze kleuren echt heel mooi. Ik ga hier zeker nog een swatch video van maken voor jullie. Ik heb hier de Revolution Highlighter Kit. Dit was een samenwerking met Sof. Ik weet niet wie het is. Ik weet volgens mij wel wie het is. Ik heb haar volgens mij een keer gezien op YouTube random. Maar het is niet dat ik echt per se nou weet wie het is, zo 1, 2, 3. Dit is dus een highlighter paletje. Ik ga het even openmaken. Het zijn echt heel veel kleuren. Dus je hebt echt heel veel keuze. Ik heb al highlighter op, maar ik ga toch nog eentje eroverheen aanbrengen. Ik denk dat ik deze ga opdoen. Oeh, mooi. Ik heb nou al een highlighter op, dus ja, je kunt het niet echt... Ik kan niet echt nou heel goed beoordelen wat ik ervan vind. Maar ik vind hem wel mooi glimmen. Dus ik denk dat ik hem wel mooi vind. Er zitten ook wel kleuren bij die ik niet zo gauw zou gebruiken, zoals heel deze onderste rij. Maar je kunt het gewoon gebruiken als oogschaduw. Dat is ook heel leuk. En het is allemaal poeder. En dat vind ik ook fijn, want ik gebruik meestal poeder highlighters. Als laatste heb ik hier alle vier de Makeup Revolution Reloaded paletten. Hier ben ik heel blij mee. En ik zal jullie vertellen hoe ik al weet dat ik hier blij mee ben. Dit paletje, dit is de Revolution Reloaded Iconic Division paletje. Deze heb ik al. En daar heb ik toevallig deze look vandaag meegemaakt. Oh my god, dat is zo toevallig. Dus jullie kunnen al meteen zien hoe dit paletje werkt. En ik vond hem al heel fijn. Dus ik denk dat deze drie andere paletten ook heel fijn zijn. De kleuren zijn ook heel mooi. Kijk, ik heb hem al gewonnen. En ik was me vandaag ermee aan het opmaken. En ik dacht nog bij mijn eigen van, oh mijn god, echt super mooi. Dus ik weet al dat ik deze in ieder geval fijn vind. Maar omdat ik hem al heb, gaat deze dus in een giveaway. Alles wat ik dubbel heb, gaat allemaal in een giveaway. Want ik ben weer bezig met een giveaway voor jullie. Dan heb je hier de Neutrals 2. Dit zijn een beetje rozige, rood, neutrale kleurtjes. Hier heb ik de Iconic Fever. Dit zijn een beetje neutrale kleurtjes, meer richting de bruin. En dan heb ik hier de Iconic Vitality. En dit zijn een beetje neutrale kleurtjes met wat felle kleurtjes. Deze doet mij denken aan de Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance Palette. Vinden jullie er niet op elkaar lijken? Ik heb al een dupe video gemaakt. Als je mijn dupe video nog niet hebt gezien, klik even hierboven. Heb ik een hele make-up tutorial gedaan. Met aan de ene kant dure make-up en aan de andere kant betaalbare make-up. Maar ik vind dit ook wel een dupe voor deze. Want ik had toen deze gebruikt in die video. En ik had de W7 palet als dupe. Maar dit lijkt er ook wel behoorlijk op. Dus mocht je hier nog een dupe van zoeken, deze is misschien iets voor jou. Nou, dit was dan het einde van de video. Ik hoop dat jullie deze PR-unboxing leuk vonden. Ik heb best wel veel gehad, dus ik ben er heel blij mee. Ik heb weer een aantal leuke video-ideeën in mijn hoofd voor zowel mijn YouTube als mijn Instagram. Voor de mensen die mij nog niet volgen op Instagram, ik zou het zeker even doen. Want ik plaats daar heel vaak mini-make-up tutorials en make-up looks op die ik niet op mijn YouTube-kanaal plaats. Zoals deze make-up look komt niet op mijn YouTube-kanaal, maar staat wel op mijn Instagram. Nou, ik ga alles proberen. Sommige dingen heb ik al geprobeerd, sommige dingen nog niet. Dus ik hou jullie zeker op de hoogte. Vond je deze video leuk? Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn YouTube-kanaal. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij mijn volgende video. Die komt dinsdag. Doeg!